Klacht van de Dag. Mijn naam is Natalia en ik ben onderzoeker bij de Nationale Ombudsman. Ik kreeg een telefoontje van een mevrouw die haar huis energiezuiniger wilde maken. Ze wilde daarom een subsidie aanvragen bij de overheid. Mensen in haar omgeving hadden haar al gewaarschuwd dat er best wat regeltjes aan verbonden zijn, dus dat het goed is om de kleine lettertjes te lezen. Ze had de website van de overheid heel goed gelezen, maar toen ze uiteindelijk de subsidie ging aanvragen, kwam ze er toch niet voor in aanmerking. Mevrouw klaagde bij ons over het feit dat de website te onduidelijk was. Wij hebben daarom onderzoek gedaan naar de tekst op de website. We zijn langsgegaan bij de overheidsinstantie en hebben gekeken wat zij er allemaal aan doen om teksten duidelijk te maken voor burgers. Dat was een hele hoop. Toch was het voor mevrouw helaas niet duidelijk wat ze moest doen en op welke volgorde. We adviseren daarom om altijd even te bellen met de overheid als je hun teksten op de website niet duidelijk vindt. Zo kunnen ze je uitleggen wat ze bedoelen en misschien kunnen ze hun teksten ook nog wel verbeteren. Ik ben Renier van Zutphen. Ik ben de Nationale Ombudsman. Met 170 collega's staan wij klaar als het misgaat tussen u en de overheid. U kunt ons bellen, iedere dag. Hebt u een klacht? Laat het ons weten.